Troskompas brengt de programma's die het hem doen in huis. Alles over dossier Verhulst, de achtergronden van de tv-show en ook Tros Radio 1 tot en met 5 leest u in ons kleurrijke Troskompas. Sluit u bij ons aan en ontvang Troskompas tot 1 april 1987. Het is geen grap, voor slechts 1 tientje. Bel 020 802 802 of 035 715 715. En met Troskompas speelt u gratis mee met Tros Bingo 7 op een rij met meer dan 100 fantastische prijzen. Bel nu, want Troskompas is ook bingo. Goedenavond, nog 3 weken. Op zaterdagavond 27 december is het zover. Dan rollen ze hier in Lisse de 1.250.000 dominostenen. De problemen met de vloer, die zijn opgelost. Maar op dit ogenblik zijn er toch wel wat andere problemen in Lisse. De 45 studenten die aan het bouwen zijn, hebben veel last van spierpijn. Ook wel begrijpelijk als je ziet onder welke omstandigheden ze moeten werken. Op de knieën, soms kruipen over die grond, dat is niet makkelijk. En dan kunnen er toch kleine ongelukjes gebeuren, zoals de man die op het drielandenpunt bezig is met de Nederlands-Duitse-Belgische vlag. 1 verkeerde beweging en daar rollen ze. Een paar duizend dominostenen. En dan moet je helemaal opnieuw beginnen met de bouw. En dat is pijnlijk, want dat betekent als we alles op een rijtje zetten hier vanavond in Lisse, dat er toch wel sprake is van achterstand in de bouw. Die achterstand die lezen we af op de computer. De computer houdt het dagelijks verloop van de werkzaamheden bij. Hans, hoe staat het ermee op het ogenblik? Ik zal eens kijken. Op het moment zijn er 302.283 stenen uit het magazijn. En staan er ongeveer 200.000 stenen op de vloer. Nog niet alle stenen staan dus op de vloer. Wel zijn alle maquettes binnen hier in Lisse, zoals deze, de Basiliek van Oudenbosch. Speciaal gebouwd voor deze wereldrecordpoging. Een hele mooie maquette en de totale kosten waren 120 gulden. Straks op 27 december, als die 1.250.000 dominostenen rollen, zullen we meer dan 90 projecten zien. Het eerste project dat klaar was, dat was dit, het vignet van de Universiteit Twente. Dit wordt de kust van Nederland. De duinenrij is dit, duidelijk in aanbouw. En dan helemaal midden in die duinenrij zie ik een oude stofzuiger. René, waar is dat goed voor? Nou, de bedoeling is dat straks met behulp van wind piepschuimbolletjes worden weggeblazen. En dat dan de branding wordt nagebootst. Maar als je het werkelijk wil zien, kijk dan de 27e naar de uitzending en dan komt het voor elkaar. Wij gaan door hier in Lisse en we houden u op de hoogte. Volgende week vrijdagavond weer na dossier Verhulst zijn we terug. Duim en domino voor ons. En tel met ons mee, want we hebben nog maar 21 dagen. Domino, domino. Een nieuw wereldrecord, dat krijg je zomaar een cadeau. Domino, domino. Maar Holland zal het halen sowieso. Goedenavond. Toen ik net hier naartoe reed naar het theater en door al die ramen naar binnen keek in die gezellige huiskamers, dacht ik, wat een gekke avond toch voor zo'n programma. Maar goed, als u toch kijkt, ik beloof u, wij doen vanavond heel erg extra ons best. En luistert u eens juist op deze avond naar deze kleine gedachte. Gerechtigheid bestaat waarschijnlijk niet. Want kijk nou wat er keer op keer geschiet als men de mooiste rollen gaat verdelen. De een trekt dan geheid de Zwarte Piet, terwijl een ander Sinterklaas mag spelen. De Tros TV-show. Iedere vrijdagavond een uur.